super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag zondag. Oh nee, het is zaterdag. Het is een zondagvideo, maar ik ben hier samen met Jimmy. Jimmy en ik gaan iets heel leuks doen. We gaan een pony ophalen. 2,5 jaar zien volgens mij. En die gaan we dan ophalen. We zijn met de boeren toch? We gaan naar Didam. We zijn op plaats van bestemming. Ik ga even het hek openmaken, want dat kan. En dan ga ik jullie, hem of haar, ik weet niet wat het is, ga ik even laten zien. Hekje dicht, zo. En dan gaan we even naar de beauty toe. Ik ben al helemaal verliefd geworden. Ik vind het echt een hele leuke. Koningin is hier. Hallo. Oh, ben jij je schatje? Ik vind jou zo leuk. Ja. Bye, zegt hij. We moeten nu nog even wachten op de eigenaar. En dan mogen wij hem zo meenemen. Oh, we gaan ook even kijken bij het andere paard dat we mee hebben. Jimmy. Hi, knappie. Hallo. Kijk eens. Ja, waar zijn we nou, hè? Nou, Jimmy staat dus ook nog rustig. Even kijken. Oh, hij moet even kijken. Jullie worden nu matties. Die hebben we ook weer dicht. Voordat er iets fout gaat. Dus daar is Beauty. Nou, ik weet niet hoe die heet. Maar ik vind Beauty vind ik wel een hele mooie naam. Want ik vind het echt een Beauty. Dus nu alleen nog even wachten op de eigenaar. En dan de... Ja. Kijk. Hallo. Het is allemaal ook van die... Ja. Ja, dat gaat heel rustig. Hij staat erin. Huh? Gino is het, hè? Ja. Wanneer de ruitwissers het niet doen en mama er klaar mee is. We zijn alweer bijna op de Arkhoeve. Nog 2 minuutjes. Doei dan. En volgens mij Chino toch? Chino, ja. Chino en Jimmy zijn super braaf geweest in de trailer. Die hebben het echt uitstekend gedaan. Niet één keer gehoord, niet één keer super erg beweegd. Bewogen. Ze hebben beweegd, nee, bewogen. En ja. Chino, die is natuurlijk hartstikke jong, is dat wel heel erg knap. Ja. Coole pony. Cool. Morgen mag ik hem wassen en helemaal mooi maken. Daar heb ik wel heel veel zin in. Of hier wonen we. Hier. Doei dan! Mwah! Beterschap! Dus wij zijn bijna op de Arkhoeve. Dus ja! Deur, doe maar open. Hallo ponies! Wat zijn jullie braaf geweest! Had je honger, jongen? Ja? Oké, ik ga de achterklep open doen, ja? Wat een knappe, brave ponies vandaag, zeg. Oké, nou, Chino mag eruit. En daarna Jimmy. Jimmy, oké, kom maar. Maar je moet wel naar achter, pony. Kom. Kom maar. Braaf voor. Durf niet. Kom maar. Ik heb nog nooit een paard gehad die zo deed. Kom maar. Gewoon doorduwen. Doorduwen. Nou, misschien willen we eerst Jimmy. Wil jij Jimmy eruit halen? Ja. Wil jij dat ding? En touw ja. Zit in het kastje. Je touw zit in het kastje. In het kastje. Trenny gaat even een touwtje pakken. Want misschien als Jimmy gaat, dat Chino ook. Wacht even voor. Moeilijk hè, touwtje zoeken. Toet toet. Dus kan ik er niet bij. En hier hebben we een touw. Om het losmaken. Ja. Ja? Hij durft niet. Hij blijft in de trailer wonen. Hij vond het wel gezellig met Jimmy. Ja,
Ja. Dan doe ik hem wel weer even dicht, want ze kunnen niet met z'n tweeën de klep af. Jimmy, je mag iets maken. Zo? Nee. Je kunt wel echt tussen. Ik vind het leuk, die bed. Ja, ik koop hem even liefst, maar. Klaar? Ik ben klaar. Oké, okay, deze. Oh, even wachten. Wachten. Ja. Kom maar, Jimmy. Misschien snapt hij het dan. Goed zo, pony. Goed zo, bravo. Knappe pony. Nou, die mag terug in zijn. Even wachten met Jimmy, want Chino die raakt nu in paniek. Ja, kom maar. Hebben ze mag niet draaien. Lukt dat, Tess? Oeh, spuit poep, natuurlijk. Oké, stress. Ik heb hier een klein halsertje voor Chino. Tadaa. Nee, Loni, ik ga het even niet laten vallen. Voor Chino en die ga ik nu ga ik dadelijk samen met Marvin. Maar nu ga ik hem even pakken en even kijken hoe eng hij alles vindt. Of hoe spannend en hoe leuk hij alles vindt. En dan ga ik zo met Chino aan de slag. Chino is zijn halsertje om. Hij heeft al een best groot hoofd. Dus hij zit op de. Hij heeft de Pony-Rick Tex halsertje om. En hij zit al gewoon op het laatste dingetje. Dus Chino is een grote jongen. Oeh, dat kan je zelf zien. Chino is een grote jongen. Ja. Hij staat. Oh, brave jongen. Hij vindt het wel een beetje spannend, hè? Ja. Even een hengstenplek gemaakt, zodat ik even goed kan poetsen. Met Chino. Chino is hier een beetje gekomen hier. Want het was een beetje spannend, maar hij heeft nu mooie maandjes en is helemaal schoon. Dus dat is wel heel erg fijn. Hij zegt een schatje. Hallo Chino. Oeh, hij is lekker aan het slobberen. Deze even open, de onderste. Ga je naar Chino toe? Hallo Chino. Tada! Hij is lekker aan het slibberen. Hij heeft nu een dekentje op.